Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Hé, la bak, Koen. Dag, Loïc. Goed, hè? Ik zie ze hier al liggen, ze. Ja. De schorseneren. Zijn dat ze? Dat zijn ze. Ik had dat anders verwacht, eigenlijk, dat bovenste van die plant. Hoe anders? In de zin van... Ja, ik weet, het ziet er zo'n beetje tropisch uit. Maar het is eigenlijk een heel hoeblad in de zin van... Het kan wel tegen wat kou, want nu krimpt je plant boven de grond, bij wijze van spreken. Maar wat het onder de grond zit, waar dat om te doen is... Ja. Dat blijft eigenlijk gans de winter zeer goed van kwaliteit. Dus ook als het vriest en zo, kunt dat oogsten? Ja, dat is geen enkel probleem. Je moet natuurlijk zorgen dat je je grond vorstvrij houdt, zodat je eigenlijk goed de grond in kunt om ze boven te halen. Want het is eigenlijk een van de moeilijkst oogstbare producten. Mag ik eens proberen? Want als je zegt dat het moeilijk is... Jij mag dat proberen, maar eenvoudig is dat echt niet. Hè? Zo? Ik doe dat met armkracht. Ja, ik heb niet zo'n forsballen gelijk, man. Dat heeft weinig met forsballen te maken. Dat is kunde, in de zin van veel oefenen. Is dat al beter? Dat is een beetje weten, hoe en op wat. En nu heb je dus niks. Hè. Dus ja, als je niet weet dat je het moet doen... Godder. Jammer, maar helaas. Allee, jong. Ik toon het mij een keer dat ik het daarna kan nadoen. Pas op dat ik niet tegen je kin zit. En je moet dat altijd met de hand doen. Ja, jij doet het altijd met de hand. Hoe laat jij die anders uit de grond krijgen? Ja, weet ik. No way dat je dat uit de grond krijgt. Hè? Gewoon omdat dat zo diep gaat. Of ah, ja, zonder te breken. Dat gaat niet. Dat is de enige manier. Ah, meisig. Dat is een serieuze gust, hè. Ik heb er van tot 60 centimeter. Voor het gemak van de kokosloeik gaan we dat natuurlijk een beetje kort weken en een mooie brosken opzetten. Het is eigenlijk de basis voor de bemesting van volgend jaar. Dat verteert en is eigenlijk organisch materiaal dat eigenlijk goed is voor de structuur van de bodem en voor de voeding volgend jaar. Ja, want de schorseneer die staat trouwens op de lijst van de Future 50. Dat zijn 50 producten die weinig belastend zijn voor het milieu. Hoe komt dat die daarop staat, de schorseneer? Ik kan er mij wel iets bij voorstellen. Mede omdat het zo diep gaat, gaat hij ook zorgen voor een goede structuur door adering bijna van uw bodem. Okay. Dus eigenlijk is het bijna een soort van natuurlijke structuurverbeteraar voor uw bodem. Je hebt weinig of geen gewasbeschermingsmiddelen nodig. Wij gebruiken er hier geen. Het wordt volledig biologisch geteeld. Maar sowieso is het een teelt die weinig vatbaar is voor ziekten, voor insecten. Ja, en daarbovenop. Het is keilekker, hè. En super Belgisch. Zo is dat. Dat vind ik... Nee. Mag ik er nog een paar mee pakken? Uiteraard. Ik hoop dat je er iets lekker mee maakt. Ja, ja. Schorseneren à la Flamande. Dat kan niet slecht zijn. Merci, Koen. En als je volgend jaar iemand nodig hebt voor schorseneren, ja, uit de grond te trekken, meld mij. Goed, joh. Salut, hè. Salut.